Dankjewel heren en heel veel succes. Ook de editie van 2015 start als vertrouwd bij het parkgebouw in Rijssen, waar al vroeg veel wielercorriveeën uit de provincie hun gezicht laten zien. Onder wie dus Henny Kuiper. Het inschrijven van de favorieten, Omar Reiners. En dit is misschien ook wel een van de kanshebbers, Stefan Lammertink uit Denter. Won alle wedstrijden in Frankrijk en kent dus een uitstekend seizoen tot dusver. Ik ben zeker, het was ook wel het doel om gewoon vanaf het begin goed te zijn en ja, dat is wel redelijk gelukt. Wat kunnen we vandaag van Lammertink verwachten? Ja, als ik goed ben dan zal ik er gewoon zijn in de finale. En hij is de opvallendste naam op het startformulier. Sven Kramer, meervoudig Olympisch en wereldkampioen op de schaats. En hij oogt ontspannen. Relaxer dan voor de Olympische Spelen, ja. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. En, het is goed voor de winter. En ja, wat ik al zei, ik heb er gewoon heel veel aandacht aan. Word je een beetje gewaardeerd in de peloton? Nou, dat weet ik niet. Maakt me eigenlijk ook niet zoveel uit. Maar ik doe het gewoon omdat ik het zelf heel leuk vind. En ja, wat het peloton ervan vindt, ja, dat zei je zo. Maar ik heb wel... Het is altijd wel gewoon een gemoedelijke sfeer, hoor. Ik probeer ook wel een beetje de risico's te vermijden natuurlijk in zo'n peloton met ongeluk en zo. Dus ja, daardoor zit je niet altijd meeste op de meest gunstige plekken, maar ik moet gewoon heel hard thuis komen en een goede train draaien. Dus je gaat vandaag niet winnen? Ja, dat denk ik niet, nee. Daar gaat hij wel voor. Koen Vermeld voort uit Schoonensloot. Na de tweede plek van vorig jaar telt nog maar één ding. De winst. Dat is wel, wel de bedoeling vandaag, ja. Als je kenners vooraf spreekt, die zeggen ook, Koen Vermeld voort kon vandaag wel eens winnen. Ja, nou ja, ik denk ook wel dat ik kans maak. Het is jammer dat het zulk mooi weer is eigenlijk. Voor de koers is het leuk, maar een beetje meer wind had wel gemogen. Maar normaal gezien zie je de finale wel zwaar genoeg om het verschil toch te kunnen maken. Nu het startschot gaan geven voor de 63e ronde van Overijssel. We zijn vertrokken. Startschot van Eddy van Heim, CDA-politicus. Tegenwoordig gedeputeerde van onze provincie. En hij schiet ruim 200 wielrenners op weg voor de 63e editie van de Ronde van Overijssel. Prachtige weersomstandigheden. Althans voor de liefhebbers aan de kant van de weg. Want u hoorde Vermeld voor dal. Die wielrenners hadden toch liever iets zwaardere omstandigheden gezien. Om de koers echt hard te maken. Op weg richting Zenderen. Staart van het peloton. Met, ja inderdaad, hij houdt woord, Sven Kramer met 184. Hij zou geen risico nemen en dat neemt hij heel letterlijk. Hij is de laatste man in het peloton. Zal even wennen zijn voor hem, dat hij zijn tegenstanders op de rug ziet. Rustige openingsfase. Ja, en de renners moeten gewoon stoppen voor Dennis. En dus is het tijd voor een plaspauze. Want de spoorbomen gaan opnieuw dicht. Nieuwe treinen dus. Kan er rustig gestart worden aan de 63e editie van de Ronde van Overijssel. Gisteren was het de buurt aan de vrouwen. Daar ging de winst naar Lauren Kitchen uit Australië. Kirsten Wild, de leider in het algemeen klassement. Het zevende, maar zag haar ploeggenoten dus wel zegevieren in Rijssen. En dit is de eerste kopgroep. Met onder meer nummer 41 Jetse Bol, voormalig prof van Rabobank. En ook Joey van Rey bij de eerste acht. En dat is een talentvolle wielrenner uit Nijverdal. Velen zien in hem een nieuwe profrenner. En hij heeft het parcours goed verkend met wielerprof Tom Stamsnijder, zijn vaste trainingsmaat. En bij de passage van de Tankenberg zien we de eerste scheurtjes in de kopgroep. En de concurrenten merken dat Joey van Rey een hardrijder is. Hij komt als eerste bovenaan de Tankenberg. Niet veel later wordt de kopgroep ingerekend en dan is dit eigenlijk het beeld van de 63e editie van de Ronde van Overijssel. Prachtige weersomstandigheden, een lang lint door de provincie. Maar een beetje een matte koers. Mooie plaatjes, mooie omgeving. Maar echt los kwam de koers nog niet in die openingsfase. Sprintersploegen hielden het verschil met de koplopers klein. Maar zo af en toe was er een dappere poging.
Onder meer van deze ier, Connor Dunn. Boomlange ier, 2,04 meter. En hij geeft show aan die openingsfase. Kreeg eerst een medevlucht mee, maar probeert het toch in Overijssel's mooiste. Maar ook hij strandt na een solotour van ruim 80 kilometer. En u ziet het, het gaat wel hard. We rijden al op de Holteberg. Peloton nog bij elkaar. Maar de ontsnappingen krijgen geen kans in deze gecontroleerde koers. En Colin Dunn laat zich even afzakken. Na die lange rit op kop kan hij lekker genieten van de mooie omgeving. Prachtige heideveld bij Holte. En dan moet de koers dus worden gemaakt richting Markelo. En dan zitten we al in de finale. En dan proberen deze twee weg te komen. Onder wie Jasper Hamelink uit Heino. Met nummer 23. In 2011 was hij goed voor de vijfde plek op het WK tijdrijden voor belofte. En dus zou hij dit werk aan moeten kunnen. Maar u ziet het al, daar op de brug over de A1. Het doldrieste peloton. Dat de jacht heeft gezet op deze koplopers. Want naast Hamelink rijdt ook Kobus Heerijgers. Een tempelbeul van Team de Rijken. En deze twee hebben toch een klein gaatje. Passeren van de poppen. En dan weten de renners en de kenners dat de finale gaat beginnen. Hier zijn het vaak smalle wegen. Maar nog altijd die kopgroep dus van twee. Heerijgers en Hamelink. Nog snel even een jelletje bij het naderen van de Apenberg. En dan is er nog 25 kilometer te rijden voor de twee koplopers. Maar het peloton nadert. Nog 35 seconden is het gat met toch wel de sprintploegen. Want Joop Piels ontbreekt. Met Jeff Vermeulen en Elmar Reiners in het team. Willen zij dit gat nog wel dichtrijden? Grote kanshebber in de sprint. Met als geestelijk vader natuurlijk Han Vanholt, de ploegleider, de markante ploegleider uit Haaksbergen. En ja, de poging van Hamelink strandt dan ook. En dan zien we hier in de slotfase van Markelo dat iedereen weer bij elkaar is. Nu weer een snelle uitlooppoging van een tiental renners. Bij het ingaan van reizen, maar ook hier laat het peloton geen gras overgroeien. En ook zij worden ingerekend. In de bossen bij reizen. De absolute slotfase, dan wordt het hectisch. Smalle bochten en een valpartij. Achterin het peloton. Ja, daar moet je niet zitten als renner op dit moment. En zij kunnen een mooie topplacering vergeten. Inmiddels is het peloton uit elkaar gevallen. Grote groep nog, bijeen in Rijssen. En dus maken de toeschouwers zich op voor opnieuw een massasprint. Met de Belg Dennis Koenen voorin. Als ook in de laatste ronde het peloton bij elkaar blijft, komt daar de sprint. Met inderdaad rechts in beeld Koen Vermeldvoort. Vermeldvoort, maar dan zien we in één keer Jeff Vermeulen. Met speelsgemak wint hij de 63e editie van de Ronde van Overijssel. Voor de Italiaan Zanotti en Vermeldvoort. Die dus goede papieren leek te hebben voor de sprint. Maar uiteindelijk in de remmen moest knijpen en zijn meerdere moeten erkennen in deze Jeff Vermeulen. Die de publiciteit weer haalt met prachtige overwinningen. Want hij was vorig jaar geschorst na wat schommelwerk met voedingssupplementen. Maar hij laat hier zien dat hij absoluut een van de beste renners is uit het peloton. Met speelsgemak wint hij de ronde. Het ziet er misschien allemaal makkelijk uit, maar ik moet ook die 200 kilometer overbruggen. En met al die dat glooiende in het parcours, daar voel ik ook toch wel wat. Dus nee, ik heb het zeker niet makkelijk gehad. Maar ik ben blij dat ik in de finale nog gewoon fris zit en voor de overwinning kan sprinten. En na plek 2 van vorig jaar nu dus het brons voor Vermeldvoort. Tijdens een saaie editie van de Ronde van Overijssel. Het was echt een heel matte koers. En er stond natuurlijk 0,0 wind. En, wel vrij zenuwachtig, maar
In de finale is het toch altijd nog wel weer lastig. En ik denk dat er ook nog wel een hoop afgereden zijn op laatst. Want dat zie je ieder jaar. En, ik voel me eigenlijk de hele dag niet echt lekker. Een beetje lome benen. En, dan moet je in zo'n finale gewoon nog even alles op alles zetten. Jezelf in de koers rijden. En dat lukt eigenlijk vrij aardig. Alleen, ik heb toch liever een wat zwaardere wedstrijd. Dan kom ik wat meer tot mijn recht. Ja, dan volgend jaar maar, hè? Volgend jaar gaan we het gewoon opnieuw proberen, ja. Ik heb nu alle tweede plekken op het podium gehad die ik niet wil. Dus volgend jaar gaan we voor die hoogste twee. Jeff Vermeulen, een fantastisch winnaar van de 63e uitgave van de Ronde van Overijssel.